Het personeel van het Zorghotel Suriname heeft vandaag het werk neergelegd. Aanleiding voor deze actie is de houding van de directie. Al enkele maanden verkeren de medewerkers in onzekerheid vanwege de economische achteruitgang van het ziekenhuis. Er melden zich geen patiënten aan, terwijl ook de dialyseafdeling is afgebouwd. Het personeel weet niet waar ze aan toe is, omdat de directie niet communiceert. Na herhaaldelijk uitleg te hebben gevraagd over de situatie, besloot de bond onder leiding van Armand Sunder het werk vandaag neer te leggen. De volgende stap is ook duidelijk. Kijk, nu informeren wij de gemeenschap via u. Omdat de gemeenschap niet geïnformeerd is over deze situatie. De gemeenschap is geïnformeerd over een veiling die dan terug is gewezen. En er zijn twee partijen en een hoop juristen om het geheel. Maar over het personeel, daar wordt totaal niet gesproken. Na deze informatie gaan wij contact opnemen met de general manager. Kijk, meneer Takusing, die zit in Nederland. Daar heeft hij andere business. Maar hij heeft dus wel een technische staf hier in Suriname. En daar gaan wij dus over deze punten van gedachten wisselen. En we gaan uiteraard dus ook het ministerie van Arbeid hiervan op de hoogte stellen van welke mogelijkheden er zijn. Kijk, dit personeel heeft al heel veel meegemaakt. Sunder geeft aan dat enkele maanden terug het personeel reeds massa-ontslag had ingediend bij het ministerie van Arbeid. Echter is dit ontslag teruggetrokken door het Zorghotel. Vervolgens is men gaan beknibbelen op het rooster. Dus dat wil dus zeggen dat een aantal medewerkers niet meer werden opgeroepen. Maar die medewerkers hadden een overeenkomst. Maar er werd geen ontslag aangevraagd. Maar het spelletje werd gespeeld, roep ze niet op, dan hoef ik ze niet te betalen. Nu zijn wij beland in een situatie dat het proces heeft plaatsgevonden. En wat wij eigenlijk verwachten is een herstart van het bedrijf. Dus dat willen we weten van meneer Takusing of zijn vertegenwoordigers. Komt er een herstart van het bedrijf? Is het ja? Of is het nee? Als het ja is, dan kunnen we zeggen van, oké, hoe gaat de herstart eruit zien? En hoe kunnen het bedrijf en de vakbond samenwerken dat die herstart een succes wordt? Armand Sunder, bondsvoorzitter van het Zorghotel Suriname, over de actie die wordt gevoerd door het personeel. Er werken ruim 46 personen in dit hotel.